In deze video ga ik je niet leren hoe je zo goed wordt als Alcaraz, helaas, maar ga ik je wel aspecten meegeven waarvan ik denk dat je daardoor progressie kan boeken. Alcaraz heeft zojuist voor het eerst in zijn leven een Grand Slam gewonnen, de US Open. En hij is pas 19 jaar en deed dit op een unieke wijze. Tijdens deze US Open heeft hij laten zien dat hij de juiste karaktereigenschappen heeft om een Grand Slam en meerdere Grand Slams te winnen. En heeft hij dat ook laten zien op een leeftijd van 19 jaar. En heeft hij de meeste uren op een Grand Slam gemaakt ooit. In deze video ga je ontdekken wat jij kan leren van de jonge 19-jarige Alcaraz. Nummer 1. Sta je voor of achter, geef altijd 100%. En dit zeiden we altijd over Rafael Nadal. Bij hem zag je ook, en zie je nog steeds, dat het hem niet uitmaakt of het nou matchpoint is, championship point of gewoon derde punt van de wedstrijd. Hij geeft altijd 100%. En dat zie je ook bij Alcaraz. En dat geeft toch wel aan dat het uniek is dat je altijd alles geeft. Maar dat doen we dus niet allemaal, anders was het niet uniek geweest. Dus zorg ervoor dat jij op je club, bij het toernooi of waar je dan ook speelt, die unieke speler bent die altijd voor elke bal gaat. Die overal voor rent en niet opgeeft. En ook als je achter staat, dat je gelooft en blijft geloven in een comeback en op zoek gaat naar oplossingen om toch degene te zijn die de winst binnensleept. Nummer 2. Enjoy the moment. Toen Alcaraz het stadion, het grote stadion van de US Open binnenkwam lopen, toen had hij een grote glimlach op zijn gezicht, gaf hij mensen een high five en zag je echt dat hij genoot van dat moment. En ik heb het idee dat hij ook beseft dat dit momenten zijn waar hij gewoon van moet genieten. En zelfs als hij een bal mist die hij eigenlijk niet had moeten missen, dan verschijnt er af en toe nog eens een glimlach op zijn gezicht. Of bij een hele mooie bal van zijn tegenstander. Dan geeft hij een applaus of moet hij ook lachen. En hoe vaak zien we wel niet dat als wij bij een toernooi zijn, dat mensen het super serieus nemen. Ik bedoel, eerlijk, ik sta soms ook op de baan met een toernooi en dan neem ik het allemaal zo serieus dat ik na een 2 uur wedstrijd denk, heb ik hier nou echt van genoten? Vond ik dit nou echt leuk? En juist je eigen benadering door het soms wat minder serieus te nemen, maar toch professioneel en gefocust te blijven, zoals Alcaraz doet, dan maak je het gewoon leuker voor jezelf. Want uiteindelijk tennissen we omdat we het leuk vinden. Nummer 3. Werk aan je fysiek. Alcaraz die stond 24 uur op de baan tijdens deze US Open. En dat is het meeste van elke speler sinds dat ze dit meten bij de Grand Slams. En dat geeft aan dat het uniek is, dat hij zo fit is. Hij is fit, hij is lenig, hij is sterk, hij is snel, hij heeft een goede uithoudingsvermogen. En de mogelijkheden die hij heeft, doordat hij zoveel ballen slaat, maar ook zo goed weet weg te slaan, omdat hij nog goed voor de bal weet te staan en het heel lang weet vol te houden, maak je het gewoon moeilijk voor je tegenstander. Je tegenstander weet, oké, als ik hiervan wil winnen, dan moet ik heel veel gaan doen. Nou, en dat wordt natuurlijk ook weer een mentaal spelletje. Dus ben je fysiek sterk, ben je mentaal sterk. Ben jij fysiek sterk, dan wordt het mentaal ook lastiger voor je tegenstander. Nou, wil jij fysiek sterk zijn, wil je fit zijn, wil je lenig zijn, dan kan je via het progressieprogramma tennis specifieke workouts gaan volgen vanaf thuis of in de gym. Of kan je een coaching traject bij ons afnemen waarin je een op maat programma gaat krijgen om die fysieke stappen te maken in je spel. Nummer 4. De mindset van Alcaraz. Alcaraz die heeft echt een groeimindset. Namelijk, hij is ervan overtuigd dat hij niet speciaal is, maar dat hij er hard voor heeft moeten werken. En ik denk toch wel dat hij enigszins speciaal is en dat hij misschien genen of talent heeft gekregen die niet iedereen heeft. Maar gewoon wat hem speciaal maakt is dat hij er juist in gelooft dat hard werken loont. Want ik ben ervan overtuigd dat als hij niet zoveel uren per dag, 4, 5 uur per dag steekt in zijn tennis, maar dat dat maar 1 uur per dag zou zijn geweest, dan zou hij natuurlijk niet de US Open gewonnen hebben. En hij geniet van het harde werk. En hij wil er dus ook hard voor werken. Maar zeker die overtuiging dat hard werken loont, maakt hem speciaal. En nu is de vraag eigenlijk aan jou. Hoeveel tijd en energie steek jij in je tennis? En zijn er momenten waarin jij meer tijd erin kan steken? En geloof je er dan ook echt in dat je beter gaat worden? Of ben je juist ervan overtuigd dat je een leeftijd hebt waarin heel veel progressieboeken niet meer mogelijk is? Of ben je ervan overtuigd dat door je gezin, werk, gewoon privéleven, je niet meer kan tennissen? En dan gaat progressieboeken moeilijk worden.
Dus kijk naar jouw overtuigingen en naar de mindset die je hebt tegenover jezelf, de progressie die jij mogelijk kan boeken. En ik weet zeker dat als je zijn groeimindset overneemt, dat je heel ver gaat komen. En dan de laatste, nummer 5. Denk stap voor stap. Alcaraz heeft nu zijn eerste Grand Slam gewonnen, maar denk terecht, worden er allemaal vragen gesteld als ga je voorbij het record van Rafael Nadal? En die heeft er 22. En come on, hij heeft net zijn eerste. Gaat hij over de 22 heen? Hij weet dat natuurlijk ook niet. Wat hij zei is, ik heb nu er eentje gehaald en mijn focus zit nu op de tweede. En niet pas op de 8e of de 10e of de 23e. Nee, stap voor stap. Eerst 1, dan 2, dan 3 en dan 4. En zo wil je ook gaan kijken naar jouw spel. Ben je nu 9, dan ga je na een tijdje ga je de dingen doen die nodig zijn om 8 te worden. Ben je 8 en wil je naar 7, dan ga je de dingen doen om naar 7 te gaan. Oké, misschien wil je ooit 5 worden, maar je dient stap voor stap te gaan werken, de juiste mensen van dat niveau uit te dagen en de juiste dingen te doen om stap voor stap naar je doel toe te werken. Nou, heb jij een doel, wil je daar begeleiding bij hebben, dan kan je naar onze website gaan, dan kan je het progressieprogramma of een coaching traject bij ons afnemen en dan gaan we jou helpen om extra stappen te maken in je spel. En ik hoop dat je dit een leuke video vond. Zorg even voor dat je een duimpje omhoog doet en dat je abonneert. En laat ook zeker even weten of je dit soort content ook leuk vindt, waarin juist Alcaraz nu als voorbeeld werd genomen. En we laten zien, of ik eigenlijk mijn mening laat weten, waarin ik denk dat jij daarvan kan leren. Als je dat leuk vindt, laat het even weten. Dankjewel, hou ik nu mijn mond.